Elsa Snijder, we hebben vandaag de eerste dag van de Open Atelier. Hoe is die tot nu toe verlopen? Afgezien van de regen, druppelen dus toch wel mensen binnen. Beetje bij beetje. En dat is heel erg leuk om te zien al op de eerste dag van onze Open Atelierroute. Dus dat belooft voor morgen misschien nog meer, met beter weer. Is jouw werk vaak gebaseerd op wat je ziet en wat je doet? Want je ziet ook wel vaak dat kunstenaars dingen overnemen, zeg maar, van foto's of... Als ik iets overneem, is van een eigen foto. Niet van andermans foto's. Ik werk ook niet met collages. Als je kijkt naar dat beeld, is bijvoorbeeld puur fantasie. Dat is de mens in een natuurlijke omgeving en in de kringloop. En vanuit dat soort thema's ontstaan dus de ideeën en dan komt de kwast op het doek en dan ga ik die kwast volgen en dan ontstaat er wat. Dat is een van de foto's uit de serie Reborn Beauties, waarbij ik oude materialen gebruik en restmaterialen. En dit zijn twee poppetjes die eigenlijk in één hand passen. En daar ben ik mee gaan combineren. Dus dat is het resultaat. En dit is één deel van tweezelfde lijstjes, waarvan dus de andere helft in het huis van Katuna nu hangt. En je bent ook met wat nieuws bezig. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik zit nu bij eigenlijk een start van een nieuw werk. Dat wordt deel 2 in de serie. Nummer 1 was Bach en dit wordt een buste van Beethoven, is de bedoeling. Dus helemaal nog in de beginfase, modelletjes gemaakt. Ik ben het aan het uitschetsen op de steen in verhouding. En dat is een mooi project voor de winter. En doe jij dat in opdracht of is dit echt iets waarvan je zegt van nou, dat had ik altijd al willen doen? Nou, altijd misschien niet, maar ik heb het al wel een hele tijd in mijn hoofd dat ik dit wilde gaan doen, een serie van 3. En nummer 1 heb ik dan niet meer, maar nog wel in brons. Dus daarom had ik ook een bronzen gereproduceerd met het oog op dat ik nog nummer 2 en 3 erbij wilde hebben, zodat ik ze toch een beetje compleet houd. Nu is het zover dat ik daar weer mee aan de gang kan, want het is gewoon vrij werk, dus dat is gewoon leuk. Ja, je hebt iets met klassiek, hè? Ja, en dat komt eigenlijk vanuit mijn familie, denk ik. Ik kom uit een hele muzikale familie. Ik ben met klassieke muziek opgegroeid. En Bach speelde daar wel een hoofdrol in. En vandaar dat ik daar ook mee begonnen ben. Maar ook de muziek van Beethoven vind ik zelf heel mooi. Ik ben het ook eigenlijk op latere leeftijd meer gaan waarderen. Vroeger als puber moest ik niet al te veel van hebben. Maar goed. En op deze manier uitzicht dat bij mij niet in een instrument bespelen, maar in het vormgeven van. En wordt dat dan een gehele kunststroom die je gaat maken? Dus ga je hier naar Hendel of? De derde weet ik nog niet. Dus dat laat ik nog even sudderen. Dus nee, bij 3 laat ik het wel. Want ik heb nog zoveel meer dingen in mijn hoofd die ik ook nog wil gaan doen. Dus, Het feit dat niemand je snapt, wil dan niet zeggen dat je kunstenaar bent. Nou, we kunnen er even doorheen bladeren. Doe het licht. Wat te kopen, hè? Het is gewoon echt gewoon. Het kost geen drol en je hebt heel veel plezier ervan. Het is goedkoper dan gas en licht. Ja, dat moet ik allemaal nog inlijsten, hè? Ja, en je weet het. Kunstenaars en inlijsten. Hoop geld. Ja, ook mooi. Oh, deze is ook mooi, zeg. Heb ik die gemaakt? Dat is een grapje, hè? Nou ja, dit is dan de kalender en dan, kijk, dit is januari en hier plak je er dan zo op. Nou, en dan deze. En dan mag je deze pas omslaan op 31 december.
Deze wordt dan opgestuurd voor de Herman Krikka prijs. En nou ja, dit jaar ga ik hem natuurlijk winnen, dat is natuurlijk logisch. En aankomende tijd, wat krijgen we eerst? 1 oktober Liedjesmakersfestival. En dan 8 oktober krijgen we de Kinderboekenweek in de bibliotheek. Ook leuk voor de kinderen. En op 13 november hebben we een mannelijk naaktmodel gratis proefles van mij in de Schuilvorst in Wijkcentrum. Dus, tot ziens. Tot dan. Nou ja, gewoon komen.